In verband met de Dag der Agrariërs op 8 oktober heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, samen met verschillende agrarische organisaties een bloemenhulde gebracht aan het monument van de agrariërs Shivakumar Kisun Singh. Dit monument staat op het terrein van de landbouwmarkt Kwata. Minister Lekram Surjan van de LVV benadrukt dat niet alleen op deze dag aandacht gegeven wordt aan agrariërs, maar elke dag. Ik heb bewondering voor ze, omdat de omstandigheden waarbinnen ze moeten produceren niet altijd even goed zijn. En dus gaan ze dan nog door met de productie van voedsel, wat enorm belangrijk is, centraal staat als we ons volk willen voeden. Dus om concreet antwoord te geven, hun situatie en hoe ze het doen. De situatie is van die aard dat je een aantal zaken zou moeten verbeteren, de omstandigheden. Maar de drive die ze hebben, gegeven alle bottlenecks, gaan ze dan nog door. Dat geeft hoop, maar dat geeft het ministerie ook veel meer stimulans om samen met die agrariër ervoor te zorgen dat ze het beter doen, steeds beter gaan doen, dat we gezamenlijk steeds beter gaan doen. Gezien het harde werk van de agrariërs verdient deze een betere waardering. Niet alleen waardering, maar ook respect, omdat ze ervoor zorgen dat de samenleving voorzien is van voedsel. Als je agrariër bent, dan zit je in de praktijk. Dan weet je, dan heb je vergelijkingsmateriaal. Wij hebben nu een soort semi-moderne landbouw. En vroeger was het echt slaafarbeid, contractarbeid. Semi-modern lijkt al zo zwaar, om niet te spreken van heel primitief en al dat, en onder slavenarbeid, contractarbeid. Dus als je die dingen kan vergelijken, dan kan je zeggen van man, het is een dag van blijdschap, maar ook een dag van emotioneel, een beetje bezinning. Agrariërs brengen veel offers. De werkzaamheden om voedsel te produceren voor de gemeenschap is mogelijk door hard werken. Zonder te kijken naar de omstandigheden, weersomstandigheden, de productieomstandigheden, zonder al te vaak en al te veel te kijken naar de slechte omstandigheden. Er zijn ook goede, maar de minder goede omstandigheden en te blijven blind staren en vastklampen aan die minder goede omstandigheden, gaat die agrariër door in met zijn productieactiviteiten. Dus ik zou zeggen, gaat u zo door. Laten we waar nodig organiseren. Dat is de basis in mijn denken. Als we hebben georganiseerd en daarin wil het ministerie assisteren, supporten, ondersteunen. Als die organisatie er is, kunnen we ervoor zorgen dat we sneller en makkelijker bij elkaar kunnen komen om gezamenlijk die minder goede omstandigheden te verbeteren. Dat is de bedoeling uiteindelijk van de regering, om die productieomstandigheden te verbeteren, zodat wij voor onszelf op de eerste plaats voedsel hebben, maar ook voor de regio, zoals de target er is, om daar een toonaangevend rol te spelen. 8 oktober is in het jaar 2014 uitgeroepen tot de Dag der Agrariërs door de toenmalige minister van LVV. Op deze dag worden de hardwerkende agrariërs in de bloemen gezet. Het directoraat Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is bezig met het uitvoeren van verschillende werkzaamheden. Momenteel wordt er werk verzet aan de Magentakanaalweg en de Ramgulangweg. We zijn bezig de bermen te maaien. Je hebt twee momenten op de berm. Eentje waarbij de cirkelmaaier, dat is de achtermaaier,
moet maaien en de rest waar de cirkelmaaier niet kan gaan, doen we met een zijmaaier. En daarmee zijn we nu bezig. De werkzaamheden zijn aangevangen nadat er een verzoek binnenkwam om de bermen van de Magentakanaalweg aan te pakken. Het gedeelte waar we nu staan valt onder de Desi Ramai, dat is Zuidwest, Wanica Zuidwest. De verzoeken zijn binnengekomen via de Desi naar ons toe om medewerking te verlenen. Om de bermen die zo hoog begroeid zijn te helpen maaien. Omdat het ook een main road is. De Magentakanaalweg is een heel drukke ader binnen het hele gebeuren van Wanica. Idem ook Helena Christina en daarna de pad van Wanica. Naast de Magentakanaalweg worden er ook werkzaamheden ter Ramgoolangweg uitgevoerd. Daarbij worden verschillende goten en trenzen opgehaald. De Eridori-straat lijkt erop dat men het vergeten was. Maar het is geen vergeten zaak. Het is gevraagd dat daar de ontwatering, het waterproblematiek hoog is. Er is eigenlijk daar de duikers, eigenlijk de afvoerlozingen, etc. hebben onder achterstand in onderhoud. En dat gebeurt nu door openbaar groen. Dat wij dan de duikers inspecteren, waar nodig doorsteken. De open delen ophalen, dat het water dat nu overtollig daar is, wegstroom. Voor een structurele aanpak. We gaan geen ad hoc zaken doen. We gaan een structurele aanpak doen en daarom zijn we nu bezig. We zijn zeker een paar dagen daar bezig en verwachten dat in de kortste tijd het opgelost wordt. Het is algemeen bekend dat de behoefte en of de vraag groot is om goten en of trenzen in verschillende buurten op te halen. De mensen hebben er recht op en kunnen ook gebruik maken van de diensten die openbaar groen te bieden heeft. We hebben dan de groepen, de RR-leden, de DR-leden, de buurtorganisaties, de bestuursdienst, het moment dat ze opmerken. Dus eigenlijk hun zijn de ogen en handen van ons die dan informatie binnenbrengen. Omdat wij onder één ministerie vallen, dat is openbare werken, transport en communicie. Wij zijn een deel daarvan, de directeur openbaar groen. Wij zijn in het bezit van 2 mini-HGM's. Waar wij kunnen ingrijpen, gaan we ingrijpen. De bevolking mag reageren waar nodig is. Dan gaan we ingrijpen. Wanneer de waardeketen van de ananassector gestructureerd, versterkt en vergroot wordt, kunnen er ook nieuwe exportmarkten worden aangeboord. Dit benadrukte David Neven, FAO senior economist, desgevraagd mede bij de Ananas Validation Workshop die in het Instituut for Graduate Studies and Research IGSR gebouw gehouden is. Hij gaat verder in op de mogelijke strategie voor Suriname. De strategie die Suriname moet volgen voor een product als ananas is om te gaan voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Het is heel moeilijk om op prijs te concurreren met landen als Costa Rica, maar Suriname heeft een aantal unieke variëteiten die je kan gebruiken om je te differentiëren in de markt en een veel hogere prijs vast te grijpen in die markt. En daar zijn de werkelijke mogelijkheden voor Suriname. Minister Stephen Sang wees in zijn openingstoespraak op de faciliterende rol van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme bij de ananassector. Het ministerie vervult vanaf het jaar 2015 een faciliterende rol tussen de ananassteders, de districten en de verwerkende sector. Een van de beleidszaken van het ministerie is gericht op het bevorderen van het industriebeleid met de nadruk op productieverhoging en export. De partnerschappen welke zijn ontstaan tussen de overheid, de industrieverwerkende sector en de inheemse ananaszelers stelt de lokale gemeenschappen in staat in coöperatief verband deel te nemen en bij te dragen aan de nationale economie. We spraken met 2 ananasboeren die hun mening gaven over de waardeketen en nieuwe werkmethoden. De keten van de ananas, uitgebreider is dan dat we hadden gedacht als boeren. Want kijk, wij telen nog steeds op de traditionele manieren. En we zien nu dat er technieken zijn en systemen zijn om het te moderniseren. Het belangrijkste voor ons is nu om over te stappen van het traditionele naar het moderne telen van ananas. Ja. Met de nieuwe teeltmethode gaan we dus meer produceren. En het is de bedoeling denk ik dat we dus dan de overschotten sowieso aan SCF leveren. Je moet weten dat men vanaf februari bezig is met het waardeketen. Om die ananas in het geheel in kaart te brengen. En dit is eigenlijk het eindanalyse. Er zijn ook experts geweest naar de dorpen toe. Ik bedoel Pierre Condré. En we hebben veel kunnen opsteken van die deskundigheid van die uit Costa Rica. En het is een mooie eindanalyse geweest. We gaan het instituut moeten versterken, de coöperatie zelf. Zodat men weet wat men moet doen.
leren omgaan, hoe men moet planten op een andere manier. We hebben een memory understanding in 2015 getekend met handel en industrie, waaronder trainingen en zo. Dus ik denk dat we de volle ondersteuning zullen krijgen van het ministerie van Handel en Industrie. Het is de bedoeling dat na de workshop zal worden nagegaan welke waardetoevoeging er binnen de ananassector zal worden gepleegd. Er zal vervolgens een strategie worden uitgewerkt met als resultaat een actie- en bestedingsplan. Dit plan zal volgens de FAO-economist worden aangeboden aan donoren, de overheid en de private sector die willen investeren in deze waardeketen.